Welkom bij Nog Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op La Agencia, uitgegeven door Games for Gamers. Het is een spel van 3 tot 6 spelers waar je ongeveer 20 tot 40 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel kruip je in de huid van een geheim agent, eigenlijk een team, en probeer je informatie die via een ambassade gelekt wordt veilig te stellen door daar jouw agenten naartoe te sturen, maar ook je infiltrators om je agenten te beschermen en recruiters om agenten van andere spelers te roven. Het probleem is dat je altijd een beperkte hoeveelheid informatie hebt en het soms lastig is om te kijken wat de beste keuze is. Degene die uiteindelijk de meeste data weten te verzamelen in een x-aantal rondes, afhankelijk van de hoeveelheid spelers, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Tony Strade Sanferme en wij krijgen de spelregels in diverse talen, waaronder het Engels. En de regels op zich zijn prima opgezet met de introductie van het verhaal, de hoeveelheid kaarten, de stappen die we in een beurt doorlopen en de acties van de verschillende rollen en de manieren waarop zij punten scoren of waarop ze juist geen punten scoren, met hier een voorbeeld spelletje. Dan hebben wij natuurlijk de datafiches, de punten waar het ons om te doen is. We hebben de locatie waarop we de ambassade gaan binnenstormen en de datachip. Reference kaartjes, dit zijn eigenlijk het aantal rondes wat we spelen fiches. En voor elke speler hebben we een setje aan agenten en infiltrators die ze aan het begin van het spel krijgen en waarmee je dus uiteindelijk de keuzes maakt wat je gaat doen. Dat is wat we krijgen. Dan laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler krijgt een eigen setje met kaarten. Die bestaat uit 1 infiltrator, 2 recruiters en 5 agents. En dat zijn dan agents in de waarde 1, 2, 3, 4, 5. Dat stapeltje kaarten van 8 ga je schudden en dan ga je 4 kaarten pakken. 2 kaarten leg je voor je op tafel, 1 zonder te kijken gesloten en eentje open. Dus dit is een kaart waar je van jezelf niet weet wat het is en dit is een kaart waarvan iedereen kan zien wat het is. En je neemt 2 kaarten op handen, eentje die je zelf ziet en eentje die de andere spelers zien. En de kaarten die dus voor jou onzichtbaar zijn en voor andere spelers zichtbaar. Dus ik kan nu, jullie kijken met mij mee, wij kunnen deze 3 kaarten zien. Wij mogen daarover niet communiceren met de eigenaar. We mogen niet zeggen van, oh, jij hebt een infiltrator, jij hebt een recruiter, jij hebt een agent met een kracht van 3. Nou, zelf doen we dat ook, maar omdat ik geen standy heb is dat een beetje lastig. Maar ik heb dus 1 kaart in mijn hand die ik zelf kan zien en 1 kaart die alleen gezien kan worden door de andere spelers. Daarnaast begint iedere speler met 5 datapunten en we wijzen willekeurig een startspeler af. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers spelen we een x-aantal rondes. Daarvoor gebruiken we deze rondemarkers. In een 4 spelerspel zijn dat 3 rondes. En we leggen de overige datafiches en de reward tile hier in het midden van de tafel. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. We spelen dus in een 4 spelerspel 3 rondes. Dat betekent dat iedereen 3 keer dit fiche krijgt, waarmee je kan bepalen in welke locatie we data gaan verzamelen. Maar zo zet het op. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt dus gespeeld in rondes en elke ronde is elke speler 1 keer de actieve speler. We beginnen met de eerste ronde, dus ik haal even het eerste fiche weg. En dan gaat degene met dit tegeltje beslissen of we in de ambassade de informatie moeten zoeken of dat we die buiten de ambassade moeten zoeken. Het verschil tussen binnen en buiten is het aantal agenten wat je nodig hebt om informatie te verzamelen. Als je binnen in een ambassade data gaat verzamelen, dan is het maximum aantal agenten wat erin past het aantal spelers in het spel. Dus in mijn 4 spelers voorbeeld is dat 4. Dus alle agenten tot en met 4 kunnen data verzamelen en daarna is het vol en kun je geen data meer verzamelen. Ga je buiten in de tuin van de ambassade data verzamelen, dan valt het natuurlijk op als je met kleine groepen bent, dus dan is het minimum wat er moet zijn aan agenten, het aantal spelers. Dus in dit geval 4 of meer. En vanaf dat punt ga je pas data verzamelen. Dus dat betekent dat agent 1 tot en met 3
geen data verzamelen en pas vanaf agent 4 ga je data daadwerkelijk verzamelen. Dus dat is een keuze die je maakt als actieve speler. Laten we voor het voorbeeld zeggen dat ik ga spelen, dat we gaan spelen in de ambassade. Dan beginnend met de speler links van mij, dus links van degene die deze keuze heeft gemaakt, moet je één kaart spelen. En je kunt dus kiezen om agenten naar binnen te sturen. Zoals ik zeg, we zitten nu in de ambassade, dus de eerste vier agenten kunnen data verzamelen. En de hoeveelheid data die je verzamelt, die staat onderaan je agent weergegeven. Dit zijn er dan natuurlijk in één keer vier, dit zijn er in één keer twee. En je kunt dus kiezen om een kaart te spelen. Dat mag de gesloten kaart zijn waarvan je geen idee hebt wat het is. Het kan de open kaart zijn die je op tafel hebt liggen. Of een van de twee kaarten uit je hand. De kaart die je ziet of de kaart die je niet ziet. Deze speler, Googly Eyes, kiest ervoor om deze gesloten kaart te spelen. En daarna vul je die gelijk weer aan op dezelfde manier. Zo in dit geval zonder te kijken. Daarna komt Army Guy. Er passen vier agenten in deze ambassade. Dus de eerste twee zitten er al in. Hij denkt, dan leg ik er nog een keertje twee bij. Want dan kan ik daar ook mee scoren. En dan komt er weer een nieuwe kaart. Deze rode speler, er is geen ruimte meer voor agenten. Dus die kan zeggen, misschien ga ik dan maar deze kaart spelen. In de hoop dat het iets is waar ik wat aan heb. Wat heb ik nog op handen? Wat was het ook alweer? Nog een infiltrator. Ik ga ook, omdat ik niet meer in de ambassade pas, ga ik deze kaart neerleggen. Dat is op zich nog wel een leuk voorbeeld. Dan heeft iedereen een kaart gespeeld. Dan gaan we ze afhandelen. En de afhandeling gaat altijd in een vaste volgorde. Als eerste gaan we kijken, is er een infiltrator in het spel? Ja, die is er. Als er een infiltrator in het spel is, dan gaat hij kijken of er recruiters liggen. Als er geen recruiters zijn, dan wordt de kaart gewoon afgelegd, die leg je onder op je tekstapel en er gebeurt verder niks. Maar in mijn voorbeeld ligt er wel een recruiter. Dat is deze kaart. En dat betekent dat die allereerst datapunten gaat scoren, als die er zijn. Want als infiltrator krijg je een aantal punten gelijk aan het aantal wat hierop ligt. Als je daadwerkelijk een recruiter kan vangen. Dat is op dit moment 0, dus dat is jammer. Maar dat was natuurlijk gewoon een gok, dus dan weet je nooit wat er gebeurt. En daarna kiest de infiltrator één van de recruiters die er ligt. En die twee wisselen om. Dus deze infiltrator gaat onderop mijn stapel. En mijn recruiter wordt uitgeschakeld en gaat onderop de stapel van, in dit geval, de rode speler. Dan worden de recruiters afgehandeld. Maar ja, die zijn zojuist door de infiltrator weggehaald. Maar laten we voor het voorbeeld even zeggen dat er toch gewoon nog een recruiter ligt. Als de recruiters liggen, gaan die kijken, zijn er agenten? Zijn er geen agenten, dan pak je je recruiter en die schuif je gewoon weer onderop. Want dan heeft hij niks te doen. Maar in dit geval zijn er agenten. Dus dan ga jij kiezen met wiens agenten jij jouw infiltrator of jouw recruiter wilt ruilen. Voordat je dat doet, plaats je één datapunt op dit fiche. En dan zeg je bijvoorbeeld van, we zijn nu allemaal nog een beetje gelijk. Ik gun jou de punten niet. Dus dat betekent dat jouw recruiter gaat onderop de stapel, in dit geval van Army Guy. En de agent gaat onderop jouw stapel. En nadat de infiltrators en daarna de recruiters zijn afgehandeld, gaan we kijken of er nog agenten over zijn. En die gaan dan afgehandeld worden, afhankelijk van de positie van de ambassade. In dit geval is het binnen, dus het maximum aantal agenten wat hier past is 4. We beginnen altijd bij de speler links van degene die de ambassade tegel heeft gekozen. Dus in dit geval bij Googly Eyes. Die heeft 2 agenten, er passen er 4 in, dus dat lukt. Dus die krijgt zijn datapunten. En in dit geval staat er onderaan een 1. Dus dat betekent dat je 1 datapuntje krijgt. Maar dat kan ook zijn dat als je meer agenten naar binnen stuurt, dat dat een 2 is of zelfs een 3. Meer agenten zijn er niet, dus er gebeurt verder niets. En die agenten gaan weer onderop de stapel van de speler. En dat is een beurt. Dan gaat de ambassade tegel met de klok mee naar de volgende. Googly Eyes zegt bijvoorbeeld van, we gaan nu buiten aan de gang. Dan gaat deze speler beginnen. Buiten wil zeggen dat de eerste 3 agenten niks doen en pas vanaf de 4e agent ga je scoren. Army Guy zegt van, ik heb hier mooi een 4 liggen, dus dat vind ik een goede, dus dan kan ik toch nog data gaan collecten.
Er wordt een nieuwe kaart ingelegd en alles voorbij die 4 kan scoren. Dus dit is een mooie gelegenheid voor mensen om, als ze hoge kaarten hebben, om die te spelen. En dan wordt het weer afgehandeld. We kijken of er infiltrators zijn. Nee. We kijken of er recruiters zijn. Nee. Dan gaan we de agenten afhandelen. Dit was de ambassadeur. Dus links daarvan, Army Guy gaat als eerste. Het minimum is het aantal spelers, 4. Dus daar voldoet hij aan met 4 agenten. Dus die krijgt 2 datapuntjes. En zijn kaart gaat weer onderop. Nou, en vanaf dat moment zijn alle andere agenten ook. Dat wordt bij elkaar opgeteld. Dit is nog een keer, ja, dan zitten we op 8. Nou ja, alles boven de 4 is goed. Dus deze krijgt ook zijn datapuntjes. Deze speler krijgt zijn datapuntjes. En deze speler krijgt ook zijn datapuntjes. En alle agenten gaan gewoon weer onderop jouw stapel kaarten. Nog even belangrijk. Mocht bijvoorbeeld dit het geval zijn, nadat er wat kaarten weggehaald zijn. Army Guy is de ambassadeur, dus we gaan beginnen bij de rode speler. We zitten in de ambassade, dus de limiet is 4. 1 agent past, want we hebben een limiet van 4. Daarna komen er nog 4 agenten bij. Dan gaan we naar 5 in totaal. Dat betekent dat we over de limiet van 4 gaan. Dus deze scoren niets. En als jouw agenten niet scoren, dan moet je de data die op jouw agenten staan terugbetalen aan de bank. Dus in dit geval verlies ik 2 van mijn datapunten en die gaan weer terug naar de algemene voorraad. En alle agenten die hier nagespeeld zijn, ja, die passen ook niet meer, dus ook die moeten allemaal betalen. Dus dat is een beetje het grapje met de ambassade binnen of buiten. Hetzelfde geldt als je andersom. In dit geval is het minimum 4. De rode speler heeft een 1 gespeeld. Nou, dat valt nog op. Want we moeten minstens 4 agenten hebben om niet op te vallen buiten. Dat betekent dat deze agent zijn waarde moet betalen aan de bank. Dus in dit geval moet de rode speler 1 betalen. Nou, dan komen we bij mij. Ik voeg er nog 4 aan toe, waardoor we naar 5 gaan. Nou, dan zitten we over die limiet. Dus ik zit veilig en ik ga wel weer punten scoren. Maar op die manier gebruik je de verschillende kaarten. Maar het vervelende is dus dat je maar beperkt kennis hebt van wat de kaarten bevatten aan informatie. Je kunt dus 1 kaart zien, die kunnen we allemaal zien, die op tafel ligt. En je hebt in je hand 1 kaart die je kunt zien, en waarbij de andere kaart alleen maar zichtbaar is voor de andere spelers. En daarover mag niet gecommuniceerd worden. Maar zo spelen we dus in een 4-spelerspel 3 rondjes. En aan het einde van de 3e ronde gaan we kijken wie heeft de meeste datachips gewonnen. En die wordt de winnaar van La Agencia. En zo wordt het spel gespeeld. Het idee van La Agencia vind ik leuk gedaan. Je hebt 4 kaarten waaruit je kan kiezen als je aan de beurt bent, waarvan je er 2 kan zien. Eentje is altijd een blinde gok, want die wordt gewoon blind op tafel gelegd. Dus je hebt, nou ja, je kunt een beetje hoofdrekenen. Omdat je weet welke kaarten er in je stapel zit, dan kun je op een gegeven moment een vermoeden opbouwen welke kaart dat is. En je hebt 1 kaart in je hand die je zelf niet kan zien, die de andere spelers wel kunnen zien. Dat is de meest tricky kaart, omdat ja, je hebt ze in je hand, je bent aan het kletsen en als je een beetje bezig bent, het kan maar zo zijn dat je hem net iets kantelt, waardoor je per ongeluk ziet wat het is. Die kaart, dat vereist eigenlijk dat je een houdertje hebt, waardoor je dus die kaarten niet beweegt en dus ook niet per ongeluk erop kan kijken. Maar het idee dat je dus maar een beperkte hoeveelheid informatie hebt, maar tegelijkertijd weet welke 8 kaarten er in jouw deck zitten, maken dat je toch wel wat invloed hebt op wat je gaat spelen. Maar het is soms nog steeds een gok. En wat ik ook grappig vind is het feit dat je deck verandert. Door de infiltrators en de recruiters kan het zijn dat je agenten verliest, dat je recruiters verliest en dat je deck dus gespiked wordt met andere kaarten en dat je dus bijvoorbeeld heel veel agenten opeens in je deck hebt zitten of heel veel recruiters of zelfs infiltrators. Dus dat is ook iets wat leuk is. Terwijl je speelt, ontwikkelt je of verandert je deckje. Maar je bent natuurlijk gewoon bezig met hoe kan ik punten scoren. En dat doe je voornamelijk door agenten te spelen en op het juiste moment de infiltrators. De recruiters zelf zijn leuk om andere mensen punten te ontzeggen, maar leveren jou verder niks op. Maar die zorgen wel voor dat hier meer punten opkomen, waardoor de infiltrators in het spel meer waard worden. Maar op het moment dat al deze elementen samenkomen, komt dit spel wat mij betreft niet uit de verf. Allereerst het gevoel van het manipuleren, de beperkte informatie, het feit dat andere spelers informatie hebben, is leuk bedacht,
Maar het feit dat ik kaarten kan zien van een andere speler geeft me natuurlijk een beetje informatie over wat er nog in zijn deck zit. Maar niet genoeg om op te anticiperen. Doordat mensen blinde kaarten hier hebben liggen en die soms spelen, zit er een grote hoeveelheid willekeur in. En de verschillende rollen en de diverse uitkomsten die ze teweeg kunnen brengen, maken het spel erg onvoorspelbaar en erg wispelturig. En ook het feit dat je met een recruiter agenten van een ander weghaalt, is natuurlijk hartstikke leuk. Want daarmee voorkom je dat andere spelers punten hebben krijgen. En kun je zelfs te werk stellen dat andere spelers die nog op tafel liggen met hun agenten, daardoor niet het juiste aantal halen en dus strafpunten gaan krijgen. Dus daar zit echt wel een grappig mechanisme in, als alles goed valt. Maar je krijgt er zelf helemaal niks voor. En je raakt vervolgens je recruiter kwijt. Je krijgt nieuwe agenten daarvoor terug. Dus het voelt allemaal bij elkaar genomen. Te gekunsteld, te geforceerd. Het spel komt gewoon, wat mij betreft, slecht uit de verf. Dus alles bij elkaar genomen is La Agencia een spel wat in potentie een leuk idee heeft neergezet, maar wat uiteindelijk op de tafel niet naar voren komt. En dat is doodzonde, want dat maakt dat ik dit spel absoluut niet kan aanraden. Ik vind het een slecht spel, omdat het gewoon in geen enkel format eigenlijk doet wat het moet doen. Ik denk het is een spionnenspel met een beetje een verrader element waarbij je elkaar dwars kan zitten. Je hebt niet genoeg invloed. Je probeert met het ambassadefiche wat tactieken op te zetten. Maar door willekeurige kaarten gaat dat weer mis. Je kunt een beetje bijhouden welke kaarten je hebt gespeeld en welke er in je stapel zijn verdwenen, zodat je een idee hebt wat deze kaarten zijn. Maar zelfs dat blijft nog steeds een 50% gok, waardoor het soms ook weer jammerlijk fout gaat. En dat maakt dat het spel gewoon niet goed uit de verf komt. Het is absoluut speelbaar, ik hoef het in ieder geval niet meer te spelen. En het is om die reden dat ik het een 3 heb gegeven. Spellenzolder.